Terwijl de high-end smartphones steeds duurder worden, slaat Samsung ook terug in het budgetsegment. Dit is de Samsung Galaxy J5 2017 editie. Hey, en wat leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review hier op TechTime. Ben je op zoek naar een gloednieuwe telefoon, maar heb je het geld niet voor een duurdere Galaxy S8? Dan is deze telefoon wellicht iets voor je. Ben je ook zo benieuwd naar wat ik van deze telefoon vind? Doe even dat duimpje omhoog en zorg ook voor dat je geabonneerd bent. Deze Galaxy J5 kost momenteel rond de €230. Eerst maar even over de verpakking. De telefoon wordt in een minimalistische blauwe doos verpakt. De verpakking is stevig en geeft ook niet bepaald een goedkoop gevoel mee. Aan de achterkant zijn de main features van deze telefoon te vinden, maar hier kom ik zo nog even op terug. Het uitpakken gaat ontzettend eenvoudig. Snij een plakbandje door en maak de doos dan open. We zien hierin dan een wit doosje met daarop de telefoon. Haal je de telefoon weg, dan kun je het doosje gaan openen. Want wat zit er allemaal nog verder in deze verpakking? Nou, we hebben hier een stroomadapter, een aantal oortjes, een micro-USB-kabel, een paar leuke boekjes en natuurlijk ook een pin om de telefoon te kunnen gaan openen. Mijn allereerste indruk van deze telefoon is eigenlijk wel positief. Hij ligt heel erg lekker in de hand en voelt ook heel erg stevig aan. Dat mag ook wel, want deze telefoon is ook volledig van metaal gemaakt. En dat is eigenlijk heel opvallend. Samsung brengt heel weinig metalen telefoons uit in de Benelux. Maar is dat een nadeel? Absoluut niet. Metaal is ontzettend stevig. Een hoesje zal niet eens een must-have zijn voor deze telefoon. Maar wat wel een nadeel is aan metaal, is dat deze de signalen van de antennes blokkeert. En hiervoor heeft Samsung twee antennelijnen geplaatst. Qua uiterlijk zijn ze niet lelijk, maar qua plaatsing heb ik hier wel mijn twijfels over. De lijnen zitten heel dicht aan de boven- en aan de onderkant van de telefoon. De kans dat je met je hand een van deze lijnen bedekt is dan ook heel groot. Houd er ook rekening mee dat deze telefoon niet water- en stofdicht is. Laat je de telefoon dus vallen in een bak water, dan is de kans heel erg klein dat hij dat overleeft. Het was leuk geweest als deze functie er alsnog in zat. Het instellen van deze telefoon ging super makkelijk. Op deze telefoon is Android 7.0 te vinden, samen met Samsung Experience 8.1. En qua uiterlijk is het vrijwel identiek als de Galaxy S8. Al is er wel wat verschil te vinden. Wil je een overzicht van je apps? Dan moet je namelijk verticaal gaan swipen. Een knop om je app drawer te gaan openen is hier niet te vinden. De skin die Samsung gebruikt heeft veel aanpassingen aan Android gedaan. Qua uiterlijk is er veel verschil ten opzichte van stock Android. En zo zwaar is deze skin nou ook weer niet. De software voelt heel vloeiend aan en oogt ook heel opgeruimd. En dit vind ik veel fijner dan hoe dit in het verleden was. Nou, tijd voor de technische kant van het verhaal. In deze J5 zit een Exynos 7870. En dit is een 8-core processor die ook in de Galaxy A3 te vinden is. Qua prestaties is het geen hele spannende chip. Deze Exynos is zuinig, maar ook niet super snel. Maar voor de algemene gebruiksdoelen is dit een prima chip. Qua opslag valt het niet tegen. Deze telefoon heeft 16 GB opslag, maar kan ook nog uitgebreid worden met maximaal 2 TB microSD XC. En hoe snel is deze 16 GB opslag? Dat valt hier wel tegen. Samsung is qua opslagsnelheid heer en meester, maar dat is hier niet te zien. Gebruik je veel grote apps, dan zal het ook lang duren voordat de app ook is opgestart. En natuurlijk mag audio ook niet ontbreken. In deze telefoon zit maar één speaker die voor media gebruikt wordt. De speaker zit in de rechterzijkant van deze telefoon. Dit klinkt ongebruikelijk, maar dat is het niet. De kans dat je met je hand ervoor gaat is heel klein. Maar er komt een partij hard en helder geluid uit. Het is geen stereo, maar het geluid klinkt heel erg goed. Daarnaast is hier ook een 3,5 mm audio jack te vinden. Op zich komt hier met de standaard oortjes aardig goed geluid uit, maar het is geen ultra high-end quality. En waarom heeft Samsung gekozen voor een micro-USB connector? USB-C wordt steeds vaker toegepast en vaker gebruikt. De keuze voor micro-USB vind ik dan ook heel opmerkelijk. Onder het scherm vinden we de standaard knoppen die Samsung jaren gebruikt. Maar de home button is ook gelijk een fingerprint reader. En deze doet zijn werk redelijk. Het is niet een van de snelste, maar het is wel een strenge. Heb je natte handen, dan weigert hij wel al snel dienst. Maar even over het scherm en hier ben ik heel erg blij mee. Dit is namelijk een OLED scherm. En dat is heel zeldzaam in het budgetsegment.
Al zit hier wel gelijk een nadeel aan. Dit scherm is 1280 bij 720. En dat is met OLED wel gevaarlijk. Van een redelijke afstand kun je de pixels dan al goed gaan tellen. Maar een ander voordeel van OLED is dat deze heel goed is voor je accu. Heb je zwart op je scherm, dan zijn ook die pixels ook echt uit. En dat zie je ook terug in de accuduur. De accu gaat ook heel erg lang mee. Doe ik het redelijk rustig aan, dan kan ik er een hele dag met gemak mee doen. Een camera mag natuurlijk ook niet missen. Samsung heeft aan de achterkant een 13 megapixel camera geplaatst met een aperture van 1.7. Aan de voorkant zit er ook een met dezelfde resolutie, maar met een aperture van 1.9. De achtercamera kan dus meer licht opvangen dan de voorste. Maar hier is wel iets opvallends mee. Samsung heeft aan de voorkant ook nog eens een flitser geplaatst. Wil je een donkere selfie maken, dan word je alsnog goed verlicht door de flitser die erop zit. De fotokwaliteit valt mij niet tegen. Het is aardig scherp en de selfies zijn ook van goede kwaliteit. En wil je video's maken, dan is dat mogelijk. De camera neemt standaard in 1080p 30 op en het geeft dit als resultaat. Yes, dit is even via de frontcamera en zoals ik kan zien, het beeld is heel erg scherp, alleen heeft deze camera geen optische beeldstabilisatie. Heel erg jammer, want hierdoor trilt het beeld wel wat meer. Maar zoals ik kan zien, ik ben goed scherp in beeld en qua geluidskwaliteit valt ook zeker niet tegen. Kijken via de achterkant, ook hier is geen optische beeldstabilisatie aanwezig. Heel erg jammer, maar daarnaast het beeld is wel heel erg scherp. De Samsung Galaxy J5 2017 is een hele leuke telefoon om te hebben. De telefoon werkt prima voor algemene taken en qua degelijkheid zit het wel goed. De skin over Android ziet er goed uit en voelt ook niet vertragend aan. Ook het OLED-paneel en de accuduur zijn prima. Er zijn wel een aantal kanttekeningen aan deze telefoon. De opslag is niet snel en de telefoon is ook niet waterdicht. Ook is het scherm niet scherp. Als alternatief kun je de A3 2017 nemen. Desondanks dat is de J5 2017 een prima allrounder wat heel veel waar voor je geld geeft.